Het weer wordt mede mogelijk gemaakt door Venhorstplant Mechelen. Afgelopen dagen is er al veel regen gevallen. Vanaf tweede paasdag tot vanmorgen 30 mm in Hupsel, 23 mm in Doetinchem en een klein beetje minder in Hengelo. Maar overdag, we hebben het ook al zelf kunnen merken, waren er al pittige buien. Vooral in de middag viel hier en daar toch nog weer behoorlijk wat neerslag. De temperatuur afgelopen nacht zo rond de 5, 6 graden als minimumtemperatuur. En vandaag tussen de buien door met een klein beetje zon werd nog 11 tot 12 graden bij niet al te veel wind uit zuidwestelijke richtingen. De foto geeft ook een beetje het weerbeeld weer dat er afgelopen dagen is geweest. Een beetje grijs, maar we hebben het ook vandaag kunnen merken. De bewolking breekt wat meer en dat zullen we de komende dagen ook zien. Dan komt de zon er wat vaker door. Een foto opsturen kan naar foto@gerritsweerproot.nl. Nou, we zitten lekker onder dak en vandaag zijn we in Genderingen. En naast mij zit Mattie. Mattie, waar zijn we hier? We zijn hier in de jongereninloop. Dat is een, zoals de naam al zegt, een inloop waar de jongeren komen. Na schooltijd komen ze sommigen gelijk hier naartoe. En anderen die gaan eerst even thuis de schoolspulletjes wegbrengen en komen dan hier naartoe. En daar zijn ze dan tot zo'n uur of 8 of 9. Ja, het is nu woensdagmiddag, dus het is nou vooral de jongere jeugd. Klopt. Jullie hebben ook oudere jeugd. Jazeker, er zitten er ook een paar. Die komen gelijk naar hun werk. En dan komen ze eerst even hier een bakje doen. Even praten. En dan komen ze s'avonds weer terug om hun vrienden hier te ontmoeten. En allemaal in een goede bui meestal? Ja, we hebben eigenlijk altijd wel plezier hier. Het is leuk om hier te zijn. Ja, want over buien gesproken. We hebben vandaag al fikse buien gehad. En vanavond en komende nacht kan er ook nog een enkele bui vallen. Temperatuur zal dalen naar 4 graden. Dus niet al te veel wind bij. En morgen misschien vergelijkbare dag met vandaag. Veel bewolking, af en toe wat zon en vooral in de middag ook een bui. En dan kan er ook nog wel een klap onweer bij je voorkomen. Ja, Mattie, je had het net al over de jongeren. Is het een stichting? Ja, dus het is een stichting jongereninloop. Dat hebben we speciaal gedaan. Anders kunnen we natuurlijk geen subsidies vragen. En we hebben nou 2 keer over subsidie van de gemeente gehad. Ik heb net weer een aanvraag ingediend. We hopen dus dat het positief uitvalt. Want we krijgen nou toch wel groot onderhoud. We hebben laatst een vloer gehad die gedeeltelijk ingezakt